Op 22 november zijn we naar de stembus geweest voor de Tweede Kamerverkiezingen. En nu, 2 maanden later, zit er geen enkele schot in de formatie van een nieuw kabinet. Sterker nog, Pieter Omtzigt is eruit gestapt. Bij Verstraatpraat vragen op de markt in Schagen, moeten we opnieuw naar de stembus? Nou, ik denk niet dat dat veel uithaalt. Nee hoor, we wachten het rustig af. Wat mij betreft wel, ja. Het zal nog heel lang duren, denk ik. Nou, dat hoop ik niet. Ik vind dat ze een oplossing moeten zoeken. En desnoods over links. En geen linkskabinet in ieder geval. Helemaal niet. Nee, totaal niet. Rechts, ik denk het gaat de goede kant op. Maar die Omtzigt is toch ook niet te vertrouwen. Ik hoop niet op nieuwe verkiezingen. Nee. Ik denk niet dat het beter wordt. Ze moeten er maar proberen uit te komen. En dat zal niet meevallen, denk ik. De tegenstellingen zijn nogal groot. Nou, ik denk dat ze eerst eens even allemaal flink moeten gaan nadenken waar ze mee bezig zijn. Weet je, is dat opnieuw naar de stembus heb geen nut, denk ik. Nee, wat mij betreft niet. Ik heb inderdaad gestemd op Pieter Omtzigt. Ook wel een beetje teleurgesteld nu over zijn houding. Je krijgt een klein beetje misschien verschuiving. Omdat ze zeggen, jongens, nou goed, ik heb gestemd op die ene. Maar die gaat het nu niet waarmaken. Maar wat gaan we dan stemmen? Weet je, we kunnen stemmen op alles wat we willen. Maar ze moeten gewoon het land gaan regeren. En voor de rest niet te veel poespas van maken. Het is natuurlijk toch een bijzondere man. Hè? Ik bedoel, misschien ook wel te veel academicus om in de politiek te kunnen verkeren. Ja, ik vind het jammer. Maar nee, dan moet het toch naar een minderheidskabinet of een gedoogkabinet. Maar nee, niet opnieuw verkiezingen, wat mij betreft. Kijk, hoe langer dit duurt, des te meer we stress gaan krijgen. En weet eens, er wordt niks verbeterd wat dat er gaat. Misschien wel. Ja, maar ik denk niet dat het nodig is. Kijk naar de ouderenzorg, kijk naar de ouderen die in appartementen moeten. Neem alleen maar in Schagen al wat dat gaat. Ik val er zelf ook onder hoe moeilijk het is om op een gegeven moment uit de gewone woning vandaan naar een appartement te gaan. Ik overleg het met de buren ook wel eens. Ik zeg, ja, ik wil gerust over. Wij zijn ook op leeftijd van rond 80. Maar het punt is, we zitten nu in een huurwoning en daar betalen we een bepaalde prijs voor. Maar wat is het in Nederland zo? Als je overgaat van de een naar de ander, mag je ineens 200 euro gaan meer betalen. Sorry, dat gaat niet goed. Ik denk dat Pieter zich bedenkt. Ik heb het idee dat hij een beetje overspannen is momenteel. Dus laten we eerst nog maar even een weekje afwachten. Weet je, vroeger was Nederland van, jongens, we moeten allemaal zorgen voor elkaar. Maar langzamerhand begint dat een beetje weg te raken. Nou, ik hoop van niet. Ik hoop van niet, want volgens mij komt er weinig goeds uit dan. Nou, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik denk niet dat het verstandig is, want dan krijgen we zelfs dan weer een heel programma te horen. Wat ze helemaal niet, niemand bijna uit kan voeren. Dus ik ga eerst maar eens een keer om tafel zitten weer en zeggen, jongens, wat voor programma gaan we maken voor de mensen in Nederland. Ik denk dat Omtzigt wel terugkomt om nog te praten. Maar, nou ja, het lijkt mij wel. Het lijkt mij wel, want deze 4 gaan het niet met elkaar redden. Dus gaan we maar opnieuw stemmen. Laat ik het voorzichtig zeggen, ik hoop niet dat de PVV het voor het zeggen krijgt. Want dan als we weer gaan stemmen, wordt die nog groter, denk ik.